Hoi en welkom bij een nieuwe video. Mijn laatste 5 minuten hier. En ik heb wat honing voorbij. I am gonna miss you. Ik ga het zo erg missen. Ik ga dit uitzicht missen. Veen. Echt niet normaal. Nou, ik heb dit setje aan, legging en deze oversized shirt die ik hier heb gekocht. Dat hebben jullie in mijn vorige video of in deze video gezien. Ik ga het niet herhalen. Deze Chanel bag en deze Dior sneakers. En ik heb echt pijn in deze sneakers, maar dat maakt niet uit. Nou, we zijn in Nederland, jongens. Op Schiphol. Het is lekker weer hier, hè? Anders, hè? Dan in Dubai. Hi guys, good morning. Vandaag leven wij op zondag. En ik ben eergisteren aangekomen met mijn kids en mama vanuit Dubai. Gisteren hebben we bruiloft gehad voor mijn nichtje, de dochter van mijn zus. En nu vertrek ik richting Marokko. Ja, jullie horen het goed, ik ga naar Marokko. Het zijn echt chaotische 2 dagen geweest. Maar het is even niet anders. En ik word nu opgehaald, want we vliegen vanuit Keulen naar Tanger. Nou jongens, we zijn geland. Zee, waar zijn wij? In Marokko, in Tanger. We hebben een taxi voor alle koffers. En onze huurauto. Koud daar zin in? Jongens, zijn jullie klaar voor vakantie? Ja! Nee, want mijn lens die raakte continu beslagen. Jullie hebben letterlijk maar 2,5 uur geslapen. Jullie zijn nog zo hyper. Ja? Nou, dit is onze huurauto, jongens. Helemaal blij mee. Hij is helemaal... Vanuit waar is deze auto gebracht? Casablanca, toch? Deze auto is helemaal vanuit Casablanca gebracht. En onze koffers zijn mee met de taxi. Aan de buitenkant nog filmen. Wow, het is gewoon midden in de nacht, jongens. En de kids zijn zo hyperactief nog. Miek, ik krijg die kinderslotten niet op. Waarom? Weet ik niet. Oh, dat moet wel. Wacht, ik ga je helpen. Misschien kan het aan de binnenkant. Doe ze heel veel dicht. Doe ze heel veel dicht. Waar zijn we? En dan is met de taxi, schatje. Ja, nou, we zijn helemaal ready. Jongen, weet je hoe lekker dit voor mij is? Wel vakantie, maar niet die warmte die ik in Dubai had. En mijn lens van mijn camera raakt ook niet beslagen. Jongens, we gaan nu vanuit Tanger naar Tetouan. Jullie even kijken of de deur op. En ja, we gaan bij Kaver blijven. En we hebben er super veel zin in. Let's start our holiday! Ja, kunnen jullie zonder... Goedemorgen, jongens. Hallo. We hebben heerlijk geslapen. Heb je lekker geslapen, schatje? Lekker geslapen? Ik ga nu lekker boodschapjes doen, ontbijten buiten. Toch? Toch? Ja. Knapperd. Nou, Koutar weet het wel beter. Ambar. Maar binnen, nog erger. Is binnen nog erger? Ja. Lekker zeen, Marokkaans ontbijt. Ka, waar zitten wij? Ejenif. Wat? Ejenif. Waar zit Ejenif? Vraag mijn kinderen voor dat. Dus ik ben in de supermarkt samen met Ka en Helen. En ik moet altijd, als ik in Marokko ben in de supermarkt, moet ik gewoon altijd wennen aan deze lavashkerie kaas afdeling. Het is zo grappig. Er is zoveel keus. Dit zie ik echt alleen in Marokko. Volgens mij heb je dit niet eens in Frankrijk. Maar dat vind ik wel echt leuk. We hebben net heerlijk gegeten. Best wel veel Nederlanders zaten daar. Echt heel veel auto's met Nederlandse kentekenplaten. En nu zijn we lekker boodschappen aan het doen. Dus ja, bijna gaan we richting de kapper. Nou jongens, we zijn bij de kapper. De jongens zijn ook al geknipt. Hierboven, hierachterboven. En maar is net gefeund. En dit is echt een super fijne salon in Tetouan. En ik kom hier altijd, hè? Ja, ik kom hier altijd. En morgen komen we voor manicure en pedicure. Ik ben echt benieuwd wat ze van mijn teen kunnen maken. Guys, wij zijn ready. Kids zijn lekker in bad. Ik heb een jurk aan van Jlux Label. Het is een strapless jurk. Maar ja, ik heb hem gecombineerd met een...
blouseje van LC Waikiki, mijn Chanel bag. En Kaan, ik ga nu lekker een drankje doen met haar nicht, zonder de kids. Dus we gaan gezellig, ja, een avondje uit. En ik heb deze oorbelletjes in van Chanel. Die heb ik, by the way, best wel lang, maar ik draag ze amper. En we hebben heerlijk gegeten thuis. Lekker gekookt. Gegeten. De kids die zijn lekker in bad geweest. Lekker ijsjes gegeten. En nu gaan we geen idee waar naartoe. Dat vertel ik jullie zo meteen. Ka, waar gaan wij heen? We gaan naar Marinasmeer. Naar Marinasmeer. Marinasmeer. En gaan we naar een specifiek restaurant, café? Nee. Nee? Nee. Nou, het is nu op dit moment best wel rustig, maar er zijn wel al echt heel veel Nederlandse auto's hier. Maar er wordt gezegd dat dit het drukste jaar in Marokko gaat zijn van de afgelopen weet ik niet hoeveel jaren. Dus we zijn benieuwd. Hoe lang ik in Marokko blijf, weet ik nog niet. Ligt aan de situatie van Moes. Ik hoop heel lang. Ik hoop daarop dat we heel lang blijven. Maar ik weet nog niet. Ik heb alleen een enkeltje naar Marokko geboekt. En ik ga vanuit hier naar Turkije, maar ik weet nog niet wanneer. Maar het weer is echt top, want ja, ik ben Dubai gewend. Koud daar vindt het soms af en toe benauwd buiten. Ja, ik heb soms een warm, hoor. Maar ik heb echt zoiets van, nee, vergeleken met Dubai is Zeen dit wilde niet echt eens naar buiten. Zeen wilde vandaag niet eens naar buiten, want hij wilde niet warm worden buiten. Want hij dacht, we zijn in Dubai. Maar ja, dus dat. Hola, je bent master. Hoe ben je? Wat heb je gezien? Uitkiezen, jongens. Eén feestje voor jou. En Zeen. Zien jullie een kameel? Dat is cool. Is, jongens, kijk alsjeblieft naar mijn hoofd. Ziet er niet uit, maar wij zijn lekker naar het strand geweest bij Studio. Yeah. We zijn vandaag naar Studio, naar het strand geweest. Super gezellig. Kinderen hebben lekker gezwommen. We hebben de kids net thuis afgezet. En gaan ik en Abrar gaan even manicure en pedicure doen. Ik ben echt benieuwd. Of die vrouw niet gaat flauwvallen van meteen. Waar ik geen nagel op heb door Dubai. Maar ja. En wat gaan we vanavond doen? Of we gaan vanavond lekker slapen. Want we kwamen gisteravond echt laat thuis. Waar waren we gisteren geweest? We zijn eerst naar Cabo Negro. Oké, we zijn eerst naar La Casilla. Naar Cabo Negro. Cabo Negro geweest. Vanuit daar zijn we naar Marinasmeer geweest. Waar hebben we gezeten? Extra Blad. Wat zijn er voor rare namen? Yes. Cabrabrabra, extra blad. En ja, het was super gezellig. En Ka zei tegen mij, wacht maar Miek, over een week is het hier zo vol. Het is nog heel rustig. Het is nog heel rustig, maar we zien wel elke dag auto's echt binnenrijden, ook vanuit Nederland en zo. Hebben ze allemaal spullen op hun dak en hebben ze het ticket van de boot. Ja. Vandaag zagen we ook best wel veel auto's. Volgens mij kwamen die net aan. Dus het begint wel een beetje vol te raken. Wat is er? Meen je niet? Kai is een steentje verloren van haar ring. Hoe dan? Ja, geen idee. Ik kan ook denken wie je vinden. Die is gone. Nu gaan we dus naar de salon waar we gisteren ook waren. Waar ik gisteren mijn haar even snel had laten wassen.
En ik moet echt iets aan deze nagels gaan doen. Oh, Abra is er ook. En trouwens. Nee, niks. Oké, ciao. Nou jongens, we zijn aangekomen. Hier gaan wij dus naar de kapper. En hier kun je van alles nog wat doen. Ik heb het vorige keer ook al laten zien toen ik in Tetouan was. Echt een super mooie salon, by the way. Amber, wat is dit voor een mooie taart dan, Amber? Jongens, huh? Amber, wat ziet er mooi uit? Dank je wel. Hoe ben je geworden? 7. Ben je 7 geworden? Ik dacht 8. Hoe voel je? Hoe voel jij je dan? 8. 8, ja, daarom. Nou, wat een mooie taart. We gaan lekker kaarsjes uitblazen. Hoe voel jij je 8? Ja, vind je toch ook 8? Nee, ik voel je 9. Ah. Ik voel je 9. In de groep. Mag ik eens even eten? Nee, dat kan niet. Ja, kom. Die zonder die kaart. Ja, dat was leuk. Jongens, ik heb gisteren pedicure gedaan. En die andere nagel laat ik jullie niet zien. En mijn manicure is zo geworden. Ik ben er echt heel erg blij mee. Laat jouw nagels zien. Dit is van K. En dit is van mij. Ik heb een beetje pearl white Bia met glitter. Arda. Waar gaan we naartoe, jongens? Naar het zwembad. Een zwembad naar Sofitel. Jongens, we zijn leven dag verder. Gisteren hebben we goed geslapen. Oh, we hebben zo goed geslapen. Echt, finally. En we gaan vandaag een zwembaddag hebben. Nee, heb je ook daar strand bij Sofitel? Ja. Oh, oké, top. We gaan bij Sofitel zitten. Hele dag lekker daar hangen. Ik heb niet veel zin in. Ik weet niet of ik dat al had gezegd. Maar ik heb zojuist zwembandjes gehaald voor Zeen. Waar heb ik deze gehaald, Ka? Decathlon. Wat? Decathlon. Oh, Decathlon. En deze zijn echt super fijn. Decamarkt, zegt hij. Echt super fijn. Heeft zo'n zachte stof aan de binnenkant. Mama. Ja, schatje. En. We springen ze. Moet je dit eten? Ja, dat moet je eten. Lekker? Ja, kinderen proeven echt alles. Dit is geweldig. Ja, ja. Ja, we proeven hier alles, hè? En, is het lekker? Ja. Moet ik dit leggen? Ah, leg maar hier. Kort, wil je deze aan een Arda geven? Gaat die Arda? Ready to go. Nou, een hele avond gezellig thuis bijkomen. Nou, we gaan een avondje uit samen met de nichten van Qatar. Gaan we weer ergens een drankje doen. Mijn jurk is veel te lang. Trouwens, dit is het jurkje die jullie ook in mijn Dubai vlogs hebben gezien. Deze is van Naked. Superleuk. En vorige keer had ik hem volgens mij aan met hakken. Ik weet niet zeker. Shit. Zij spoken. De lift van Qatar spoort niet. Als je op min 1, oh, nou, nu op 0 druk gaat hij naar de garage. Heb ik gisteren ook meegemaakt. En ik was kapot bang. En ze lachten me uit. But it happens today. Ja, echt heel erg. Iedereen zweetuitslag. We hebben het over, ik zei tegen haar, Ka zette net airco aan. En ik zei tegen Ka, stel je voor een auto zonder airco. Niet dat het, ja, niet dat het einde van de wereld is, maar het is echt lastig. Tijden heb ik ook gekend hoor. Ik haar vertelde over vroeger als ze vanuit Nederland naar Marokko kwamen zonder airco en dat de kinderen ziek werden door de warmte. En die werden gewoon, gewoon ziek onderweg. Kwamen al ziek aan. Ja. Ze zeggen dat Turkije trots is, maar Marokko is ook wel trots hoor. Ja, omdat de koning. Oh, vooral vlaggen. Omdat de koning. Oh, de koning. Maar dat zei toch ook. Waarom hebben ze hier zoveel Marokkaanse vlaggen? Maar de koning is in Tetouan.
En je ziet ook echt letterlijk dat overal beveiligd wordt. Niet normaal. Echt vooral voor het paleis van de koning. Echt zoveel security. Hebben ze daar altijd security? Nee. Ja, oh. Wel wat, maar niet, niet zoveel als wat je nu ziet. Maar het is echt gezellig hier. Echt zo aan het genieten. En ik merk ook echt dat ik dit echt nodig had. Want Dubai was wel een soort van leuk vakantie. Maar het was ook meer gewoon voor werk en dat soort dingen. Afspraak hier, afspraak daar. En op een gegeven moment werd het ook echt veel te warm. Dus ik ben nu extra aan het genieten van Marokko. En het is zo gezellig. Het leeft gewoon. De hele avond, hele nacht. Oké, jongens, we zijn aangekomen. Waar zijn wij? La Casilla. Ik ga dit je elke dag vragen. La Casilla, waar wij ook gisteren waren. We zijn weer bij La Casilla. En daarna gaan we naar Marina. Ik ga hier een drankje doen. Ik ga hier geen ijskoffie meer nemen, want het was niet lekker. Maar ze hebben hier blijkbaar wel een lekkere ananasdrankje. Die hadden hun gisteren genomen. Dit is trouwens nicht van Kouter, Mahassin. Mahassin, ik weet niet eens of je in mijn vlog mag. Maar ik heb wel een beeld. Misschien ben vlog. YouTube! Say hi from Morocco! Hi. Zij spreekt ook een beetje Nederlands, dus dat is top. Nou jongens, dit was het dan. Het was een gezellige avond. Kouter, waar waren we? Waar zijn we nu? Marina Smeer. Marina Smeer. We hebben hier heel lang gezeten. Ja, en ik leef vandaag op vrijdag. We zijn afgelopen maandag, toch? Nee, zondag gekomen. Nee, we leven vandaag op zaterdag. Oh, ik ga alles door elkaar. We leven vandaag op zaterdag. We zijn... Maandagochtend waren we hier. Ja. We hadden een nachtvlucht. Ja, we hadden een nachtvlucht. Maandagochtend, zondagnacht. Nacht op maandag. Whatever, hoe je het ook wilt noemen. Maar in ieder geval, we hebben het super leuk gehad tot nu toe. Ik heb... heel weinig gevlogd. Ik weet nog niet hoe lang ik hier blijf. En ja, Tetuan begint steeds drukker en drukker te worden. Echt, als je vergelijkt, ja, als je kijkt naar 5 dagen geleden en gisteravond bijvoorbeeld, is het ook al veel drukker hier. En KSO zegt tegen mij, wacht maar tot over 2 weken, dan is het pas hier bomvol. Maar we zijn eigenlijk gisteren de hele dag gaan hangen bij Marina Smeer op de beach. Of bij de beach. En ik vond het echt super leuk. En Kai heeft nu een afspraak voor haar wimpertjes. Daar gaat ze de eerste keer heen. Wel bizar, die vrouw vraagt om 150 euro. Ja, die vrouw vraagt 150 euro, dat is echt superveel. Maar goed, het is niet anders. Ik vind het echt bizar dat ze hier meer vragen dan in Dubai. Ja, echt apart. Maar ja, en wat gaan we daarna? Daarna gaan we even langs 2 boutiques hier. En daarna gaan we even naar de nagelstudio waar wij waren een paar dagen geleden. Want 1 nageltje van mij zit los. En 1 nagel van Kai is eraf. Dus we gaan dat even repareren. Repareren. Alsof ik naar een autogarage ga. En daarna... nee, ik wil ook nog mijn haar gedaan hebben. Even snel een krul in mijn haar laten zetten. Want ik heb echt geen zin om het zelf te doen. En vanavond gaan we naar Tanger, want in Tanger wil ik even naar de Zara. Ik had een heel leuk setje gezien in Dubai dat ik niet heb gehaald. Zo'n spijt en ik hoop dat ik hem in Tanger kan vinden. En daar gaan we een beetje even in de mall lopen. En vorige keer toen ik hier was, waren we ook naar Tanger gegaan. En daar had ik een zonnebril gezien bij zo'n kiosk midden in de mall. En ik had die zonnebril niet gehaald. En ik zei vandaag tegen Kai, ik krijg niet snel spijt van iets wat ik niet heb gehaald. Want ik denk echt heel goed na voordat ik wat haal. Omdat ik niet zomaar dingen wil halen, zomaar geld wil uitgeven. Dus nu ik wat ouder ben. Maar ik heb echt spijt dat ik die zonnebril niet had gehaald. Dus ik hoop dat ik hem vandaag kan vinden. Dan ga ik hem gelijk halen. En vanavond gaan we eten bij, hoe heet dat? Chiringuito in Tanger. Dat gaan we doen in Tanger. Dat is de planning en ik neem jullie gezellig mee vandaag. We zijn nu verdwaald. Ik weet ook niet waar het is. Ja, we zijn verdwaald, want K weet niet waar die salon is. Anders bel je dat meisje op van die nagelstudio. Oh nee, kan niet. Nee. We hebben geen beltgoed om te bellen, dat is ook een probleem. Hij was aangekomen bij het salon, eindelijk gevonden, want ik kon het niet vinden. Glowlin heet het, Aesthetics. Het ziet er echt cute uit. Het weer is echt heerlijk. We zijn even naar een boutique gekomen.
We zijn even hier gaan kijken. Lelita's boutique. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. En het is by the way van een meisje uit Nederland. Als ik het goed heb. Zijn we even daar gaan kijken. En nu gaan wij richting andere boutique. Oh nee, naar een salon. We moeten ook echt even wat halen om te eten. Want K is al klaar met wimpers zetten. En dat heeft letterlijk 2,5, bijna 3 uur geduurd. Het kwam voor mij goed uit, want ik ben lekker aan het werk geweest. Ik moest administratie doen. Maar het duurde echt lang. Dus we gaan nu even een hapje eten, want we hebben nog niet gegeten. Eigenlijk nog niet ontbeten. En het is al bijna hoe laat? We hebben nog niet eens ontbeten. Half zes. Oh my god, guys. I can't believe this. 40 graden ook nog. En daarna moeten we ook nog naar Twanger. Vind je het tot nu toe gezellig, Ka? Ja. In your hood. Hartstikke. Het vraagt aan mij. En hoe vind je Marokko? Ik ben al zo vaak in Marokko geweest. Kom gewoon thuis hier, zegt ze dan. Dat het voor mij heel normaal voelt. Alleen ja, het is nu wel echt het hoofdseizoen en zomer. Ik ben wel al heel lang niet in de zomerperiode geweest. Dus toch wel anders. Iedere keer als ik naar Marokko kom, is het of november of februari. Ik doe alsof ik ieder jaar naar Marokko kom, maar als ik kom, dan is het niet in de zomer, laat ik het zo zeggen. Waar gaan we eten? We gaan even vergaan bij Sucresso. Sucresso? Ja, is dat waar we gisteren waren? Ja, waar we voor het zwemmen hebben. Ja, ja, ja. Oh, heerlijk. Dan kunnen we weer zo'n smoothie halen. En ik ga dit keer wel broodje wrap halen. Broodje wrap? Nee. hoe heet dat? Chicken wrap. Chicken wrap. Was echt lekker. Gisteren hadden K en de kids die gehaald. Ik niet. Die is echt lekker. En ik had een hapje genomen. Hij was echt lekker. Nou, en toen waren we daar binnen 1 minuut. Espresso. Hallo. Meen je niet? Jongens, we zijn aangekomen in Tanger. Een beetje te laat, want we zouden nu al bij het restaurant moeten zijn. We zijn ook niet naar de winkels gegaan. Oké, nou in ieder geval, ja, wij zijn vanmiddag gaan eten. Daarna even langs een winkeltje gegaan. Daarna zijn we even naar de salon gegaan. Heb ik even een beetje krul in mijn haar gezet. En heeft Kouter haar nagel gerepareerd. En ja, daarna zijn we eigenlijk naar huis gegaan. Zijn we in bed gaan liggen. Hebben we tijd met de kids doorgebracht. En toen zijn we super laat uit huis gegaan. Dus we gaan ook niet naar de winkelcentrum. Dus veel later dan verwacht uit huis gaan. Dus we gaan nu lekker naar Chiquita's. Hoe heet die? Chiringuito. Gaan we daar lekker hapje eten. Want we hebben nog geen avondeten gehad met z'n tweeën. En even lekker drankje doen. Schat, die heeft om 6:30 ontbeten. Echt, we hebben pas, vandaag pas, nee niet 6:30. Half zes. Half zes. Toen zei ik dat tegen jou, Nederlandse tijd is het 6:30. Ja, jongens. That's life van holidays. Ik had dit echt even nodig. Dus we zijn extra aan het genieten. En volgens mij hebben de kids nu ook echt het gevoel dat ze echt op vakantie zijn. En daarnaast hebben we ook de kids van Kouta. Dus ze vinden het helemaal geweldig met z'n allen. En voor de mensen die gaan vragen waar zijn de kids nu of wie let op hem. We hebben Hennen. Hennen is onze welbekende tweede mama in Marokko. Hennen is een nanny van Kouter. Die heeft ze al hoeveel jaar nu? 9 jaar. 9 jaar al. Dus altijd als Kouter naar Marokko komt met de kids of zonder kids. Hennen is altijd bij haar thuis. En Hennen is echt gewoon, ik denk, een van de liefste vrouwen die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. Ze is echt super lief. Zorgt super goed voor het huis, voor ons en voor de kids. En de kids vinden haar amazing. En de kids van Kouter kennen het denk ik niet anders dan Marokko met Hennen, toch? Ze willen haar altijd meenemen naar Nederland. Ja, ze zeggen altijd, ja, kunnen we haar niet meenemen naar Nederland. Oh ja, laatst zei Abraar ook, de oudste dochter van Kouter, zei ook, maar mama, Hennen gaat toch verhuizen naar een nieuwe huis? Toen zei Kouter ja, en dan? Zei ze, Komt ze dan niet meer bij ons? Ze was gewoon bang dat ze niet meer kwam. Schattig. Kijk eens de drukte. Wacht.
vandaag leef ik op vrijdag en wij zijn boodschapjes aan het doen, want we willen dat de kinderen boodschappen gaan doen. En we willen hun meenemen naar een weeshuis. We gaan zo naar een weeshuis. Goed zo, jongens. Ja. Wacht, geef maar aan die jongen. Daar, aan hem. Ja. Nee, snoepjes en zo. Nee, doe maar iets waar ze meer wat aan. Ja, nootjes is wel lekker. Zoek maar nootjes, jongens. Iemand heeft wel mee drinken, anders hebben ze straks maar één. Hoi, zeg maar hi. Zeg niks. Wat hebben wij vandaag gedaan? Wil je dat even vertellen? Ja, is naar boven, nee? Ja, kom, ja, ik ga even naar Abraar toe. Jongens, we zijn thuis. Lekker gedoucht, we zijn even aan het relaxen. Abraar, wil jij vertellen wat wij vandaag hebben gedaan? Heel rustig. Wat hebben wij vandaag gedaan? Kom eens. Kom, wat hebben wij vandaag gedaan? We zijn als eerst naar een weeshuis gegaan. Hoe vonden jullie dat? Leuk. Ja, was leuk en leerzaam, hè? Zielig, hè, voor al die kindjes. Dan hebben we even lekkere dingen naar hun gebracht. En volgende week vrijdag gaan we weer. Trouwens, vandaag is het vrijdag. Volgende week vrijdag gaan we weer. En een paar kinderen die daar zaten, die hebben ons gevraagd. Eén jongen heeft ons gevraagd of hij een nieuwe gitaar mag. En een meisje heeft ons gevraagd of ze een horloge. Ja. En een koptelefoon en een armband. Ja, dat gaan we halen. En dan gaan we volgende week. Ja, oh ja. Abra gaat allemaal armbandjes maken, want dat vindt ze heel leuk. En volgende week gaan wij vrijdag weer langs. En dan gaan we allemaal cadeautjes langs brengen. En ook weer heel veel eten en drinken. Dat gaan we nu dus elke en vrijdag ik weet doen. Waar je, ik weet waar je een gitaar kan kopen. Hij wordt zo'n kleine. Ja. Dat kan je weer bij hiernaast. Ja. Er zit zo'n intertusje, maar dan. Maar dan, ja. Dan kan je dan een gitaar kopen. Ja, ja. En daarna zijn we lekker even eventjes naar het strand gegaan. Daarna zijn we sushi gaan eten bij Sushi Box hier in Tetuan. Kinderen vonden het echt super lekker. En daarna niet zwemmen. Daar heb je trap. Hoe bedoel je? Oh, bij het zwembad niet. Nee, bij het zwembad mochten we niet zwemmen omdat we niet in het hotel verbleven. We zijn wel lekker naar het strand gegaan. En vandaag was het weer niet zo heel lekker. Hoi Arda. Hoi. Zeg eens hoi. Hoi. Vond je het een leuke dag vandaag? Ja. En nu is Billy onderweg. Billy is een goede vriend van Kauta, een goede vriend van ons. En hij is gisteren vanuit Nederland aangekomen. En hij is nu in Tetuan. Hij verblijft zelf in Tanger. En hij is nu even naar Tetuan gereden. Dus dan komt hij even langs. Want de kinderen willen heel graag zijn nieuwe Lamborghini zien. Want Billy heeft een nieuwe Lamborghini Urus gekocht. En de kids vinden dat helemaal geweldig. En dan gaan we even naar zijn auto kijken met z'n allen. En daarna gaan wij lekker, nog geen idee. Ik weet niet wat ik ga doen. We gaan vanavond misschien even nog ergens wat drinken. Ka, gaan we nog naar buiten vanavond? Ja hoor, als jij je oké voelt. Ja, ik ben vandaag heel erg moe. Maar ik ga je niet op de voet zetten. Oh, ik schrok je ook naar. Kaka, die heeft, die kan even op dit moment niet in de vlog. Of op de vlog. Tetuan, ik heb vrij weinig gevlogd. Moet ik heel eerlijk toegeven. Eigenlijk doen we dagelijks een beetje hetzelfde. We gaan naar de beach bij Marina. En dan gaan we even iets leuks doen met de kinderen. En daarna gaan Ka en ik in de avond gewoon lekker naar buiten. We hebben best wel veel gezeten bij On The Beach. Hebben we daar lekker Uno zitten spelen en zo afgelopen dagen. Echt een superleuke tent hier in Tetuan. We zijn ook een paar keer naar Tanger gegaan. We zijn gisteren nog naar Tanger geweest. Even heerlijk cappuccino gedronken bij cappuccino. Want in Tetuan, jongens, ik kan hier nergens lekkere koffie halen. De enige koffie die ik hier lekker vind is van de McDonald's, maar die is ook niet lekker. Die van vandaag ook niet lekker mee? Ja, die van vandaag. Waar hadden we die gehaald? Toen straks? Bij Mana. Wat? Bij Mana. Ja, bij My Mana zijn we net even naar de bakkerij geweest. Daar is ook een restaurant, daar hebben we ook al een keer gezeten. En dit is dus die koffie die we daar hebben afgehaald. Ja, die is wel een latte macchiato. Nee, een latte met drie. Latte macchiato met dubbele shot espresso. Ja, dubbele shot espresso. Ik vind deze tot nu toe wel lekkerst. Klopt, hij was wel lekkerder dan McDonald's. Maar het is echt heel moeilijk om hier lekkere koffie te vinden hier in Tetuan. Dus als ik naar Tanger ga. Ga iets beginnen dan? Echt, hè, een koffietent hier openen. Het zou geweldig zijn. Maar we hebben het echt heel erg naar onze zin. Ik vind Marokko echt geweldig. We hebben nog wel heel veel op de planning. Dus vanaf vandaag wil ik ook echt actief gaan vloggen. Ik heb wel gevlogd op TikTok. Dus
Voor de mensen die mijn vlogs op TikTok willen bekijken, kijk even malika.zijmak. Of ik post mijn TikTok-account onder deze video. Daar heb ik dus wel actief zitten vloggen. Daar heb ik ook best wel veel vlogs opgenomen. Ja, vanuit Dubai en nu vanuit Marokko doe ik daar ook. Het past gewoon iets meer bij mij in het plaatje of zo. Ik weet niet. Het is wel iets makkelijker of zo. Want anders ben ik bezig en met mijn telefoon en met mijn vlogcamera. Maar ik wil mijn YouTube ook niet laten vallen. Dus don't worry. Abonneer op mijn YouTube kanaal. En ja, nu gaan we even de kids blij maken met een Lamborghini. En trouwens, voor de mensen die dat niet weten. Billy heeft een autogarage in Nederland. Dus mocht je op zoek zijn naar een auto. Zou ik zeggen, kijk op zijn website. Ik post zijn website ook onder deze video. Waar zit de garage van Billy? Nooddorp. In Nooddorp zit zijn garage. Daar een autogarage. Dus dan weten jullie dat ook even. Hoe vind je Marokko tot nu toe? Wil je weg? Wil je naar huis? Nee, hè? Je vindt Marokko leuk, hè? Ada wilde al heel lang naar Marokko. Eindelijk is hij een keer in Marokko. Ik wil niet weg. Ambar vraagt mij net, wil jij weg uit Marokko? Ik wil niet weg, want als ik weg ga, ga ik jou heel erg missen. Nee. Jawel. Ik ga jou heel erg missen, krullenbol. En dit is de lievelingsdeo van Kautar. En ik gebruik hem ook. Trouwens, ik heb deze shimmer gehaald in Dubai. Dat hebben jullie wel gezien in mijn vlogs. Hij is echt super lekker en echt heel mooi voor op je body. Ik weet niet of jullie zien, maar er is een beetje glitter in. Ik weet niet of ik hem op mijn handen heb aangebracht. Dit is trouwens de fixing spray van MAC. Die ik van MAC had gekregen een tijdje geleden. Hij is echt super fijn. Ik heb een hele droge huid. Hij is echt even... En dit is ook heel lekker. Dit kun je dus ook halen. En dit gebruik ik het hele jaar door, by the way. Dit is echt super lekker. En dit is mijn favoriete body spray op dit moment. Deze koop ik echt voor 3 euro of zo in Turkije. Hij is echt super lekker. En ik heb een hele gevoelige huid. En mijn dermatoloog die had deze mij aangeraden in Turkije. En ik krijg ook heel snel jeukaanval van body crèmes. Dus ik gebruikte altijd die van Biodermal of van La Roche-Posay of weet ik veel van dat soort merken, zeg maar. Ik kocht altijd bij de apotheek. En dit is de eerste die ik vanuit drogisterij heb gekocht en waar ik ook tegen kan. Hij is echt niet normaal. Hij trekt ook gelijk heel erg in. En het is ook een sprayvorm. Dit kennen jullie vast wel. Deze kun je ook via bol.com bestellen. Dit is echt zo'n bronzing bom. Een van de beste verkochte producten in Turkije. In Turkije kun je deze echt niet missen. En die is ook heel lekker. Daar word je heel mooi bruin van. Even kijken, wat zou ik jullie nog laten zien. Dit is de parfum die K gebruikt op dit moment. Dit is de parfum die ik gebruik op dit moment van Thomas Cosmalen. Normaal nummer 4 heb ik nu nummer 6 gekocht. Wat? Jongens, we hebben bezoek. Dus de tafel is mooi gedekt. Kijk eens aan, jongen. We hebben net... Ja, we gaan thee inschenken. Hé, jongens. Arda. Abraar. Arda, zie je hoe hij dat doet? Dit is op zijn Marokkaans staat. Kijk, dit is op zijn Marokkaans. Zijn! Kom eens kijken. Kijk hoe Marokkanen thee inschenken. Kom hierheen. Nog hoger doen? Kijk hoe Marokkanen thee inschenken. Kijk. Kijk, we boven een beetje aan de slag. Hé, Abra. Het gaat allemaal goed. Pak maar even iets. Als dit goed gaat. Hé, heb ik ook niet helemaal. Nee, jij bent zin. Ik ga zie je hem, zie? Ik ga helemaal stuk om deze kinderen. Ja jongens, jullie zien het. Cars bij Billy. Starten, jongens, zal ik hem starten? Ja, mama, dit is. Wacht, starten. Hoor, Zijn dan, mama, dit is echt geen Lamborghini. Jawel, dit is wel een Lamborghini. Nee. En? Mag ik straks.